Kook 500 ml water. Wanneer het water kookt, meng 10 gram agar-agar poeder. Goed roeren. Meng 100 gram rozensiroop, rohafsa. Hou pan van het vuur. Laat afkoelen in een laagje van 2 cm in diverse schalen. De bedoeling is dat je straks afgekookt kleine blokjes kunt afsnijden. Zet de schalen 2 uur in de koelkast. Kook 300 ml water. Voeg toe 3 eetlepels tapioca pareltjes. Blijf non-stop roeren zodat de tapioca niet plakt. Tapioca uitgiet in tel met ijsblokjes en ijskoud water. Kook 1 liter melk. Voordat melk kookt, laat melk afkoelen in schaal. Wanneer melk is afgekoeld, de tapioca parels in het vergiet opvangen, dan toevoegen. Meng 80 ml roze siroop. Goed roeren. Snijd de jelly in kleine blokjes. Voeg toe de jellyblokjes bij de roze drank. Meng in de roze drank
zoete gecondenseerde melk. Mix alles. Zet 3 uur in de koelkast, afgedempt. Alleen samen krijgen wij de geiten voor wel eens onder controle. Ik doe niet meer mee. Frituur de piemel. Sorry, ik bedoel frituur de piemel. Maar ik heb ook heel erg veel respect voor mensen die zonder geld thuis zitten.